Het was woensdag een heugelijke dag op de Dierootschool in, in Dierdonk. Want dan heb je een directeur die uh, 40 jaar in het onderwijs zit. Ja, 40 jaar in het onderwijs, dat is niet niks, Pieter Verwetten. Uh, een leuke dag donder, op woensdagmiddag had. Een onvergetelijke. Het is morgens uh, begonnen, als ik er iets over mag vertellen. Uh, op het schoolplein stond de hele school klaar, rode lopen was uitgelegd. En uh, nou, ik werd verwelkomd. En dan, ja, dat is indrukwekkend. En toen had men voor mij een heel programma gemaakt. Ik mocht alle klassen af, tien minuutjes. En de kinderen hadden liedjes, dansjes. Ik heb spullen gekregen, cadeautjes, tekeningen. En... Ja, geweldig. En ik mocht daarna nog een receptie hebben... waarbij familie, vrienden, collega's, kennissen zijn gekomen... En, uh, en samen zijn met team nog uit gaan eten. Dus ik heb een geweldige dag gehad. Ja, veertig ja, jaar is niet niks. Maar uh, bent u dan eigenlijk als, als haakjes, jonge jongen ook het onderwijs gewoon rechtstreeks gevolgd op? Uh, heeft u eerst een andere tak gehad? Nee, nee. Ik ben veertig jaar geleden bij uh, dit bestuur komen werken. En uh, ik heb eerst tien jaar in de binnenstad gewerkt, op de Regenboogschool en daarna op de Uilenburg. En toen kwam er in uh, 1996 kwam een nieuwe school in Dierdonk. Hier waren weilanden om mij heen. En uh, er werd een nieuwe school gebouwd. En uh, ik heb erop gesolliciteerd. En ik ben uh, aangenomen. En ik mocht deze school helemaal opbouwen. En ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Kijkend naar de toekomst. Uh, uw zei is juist eigenlijk zo mooi. Uw opvolger komt in een gespreid bedje. Uh, ja, in principe hebben we hier een koers uitgezet. En uh, het is niet mijn verdienste. Ik, ik zeg vaak: als men vraagt waarom gaat het goed op dierdonk?, dan zeg ik, ik mag met hele goede vakmensen werken. Hele fijne mensen. En uh, daar mag je alleen maar blij mee zijn als leidinggevende met de mensen om je heen. En die leveren de kwaliteit. Ja. En de Helmond, die jaren zat op de dierenschool, gaat Limburgs leren. Ik, <laughs> ik ga Limburg's leren. Ja, daar woon ik. En uh, met plezier. En, maar de taal is mij nog niet eigen. <laughs> ja, gewoon Helmonds Pleipeproth, dat bestaat iedereen toch? Ja, dat denk ik wel. <laughs> Hartelijk gefeliciteerd, meneer Verwitte. Eh, nog een mooi jaar. En als u straks echt een afscheid komt van deze school, want dan wordt u uitgezwaaid door al die leerlingen, dan hoop ik dat u ook aan dit als Helmond denkt, want daar zijn we graag bij. Oké, okay, ik zal u graag uitnodigen. Fijne dag nog.